Hey allemaal, welkom bij deze masterclass over focus. Wat is nou focus? Hoe krijg je nou meer focus? Ik deel mijn tips en tricks met jou. En uh, we gaan snel van start, want ik heb een boel met je te delen. So let's go. Focus, where focus goes, energy flows. Misschien ken je die uitspraak wel van Tony Robbins. Nou, ik gebruik hem ook heel vaak, want ik vind het heel erg um, um, ja, passend eigenlijk. Um, waar je je energie aan geeft, daar krijg je ook weer energie van. Waar je je aandacht op richt, daar um, gaat je energie naartoe. En um, dat kan dus soms iets heel positiefs zijn, maar dat kan ook iets negatiefs zijn. Dus als je heel veel aandacht geeft aan, aan bijvoorbeeld dat je de hele tijd afgeleid bent, dan is dat um, eigenlijk niet zo handig. Dus je kunt beter kiezen voor wat wil ik wel in plaats van wat wil ik niet. En je daar dan op focussen. Dat is al mijn eerste tip. Um, als het gaat om focus, dan. Um, ja, dan lopen we vaak tegen verschillende dingen aan. En ik ben wel benieuwd waar jij tegenaan loopt als het gaat om focus. Wat vind jij het lastigste aan focus? En hoe zie je het? Hè? Want focus kan je op meerdere manieren interpreteren. Um, is focus dat je um, je niet kunt concentreren? Of heeft focus meer te maken met in eerste instantie geen keuzes kunnen maken? En um, voor mij zit het allebei. Um, want op het moment dat je leert kiezen, weet je ook waar je aandacht naartoe moet gaan, en is het ook makkelijk om die aandacht daar ook aan te geven. En op het moment dat je um, met iets bezig bent en je wordt heel snel afgeleid, dan merk je dus dat je geen focus hebt. Nou, en dat kan natuurlijk voorkomen. Kijk, als je ADD hebt, zoals ik, dan heb je sowieso uh, wat meer moeite met focus dan uh, iemand die gewoon zich heel goed kan concentreren. En die um, heel erg gedisciplineerd is om bij één ding te blijven. Dat is mijn, niet mijn grootste kracht. Daarom heb ik dit ook moeten leren. En um, ja, ik geef je natuurlijk graag door wat ik zelf geleerd heb en waar ik zelf iets aan gehad heb. Uh, in, in de hoop dat jij daar misschien ook iets aan hebt. Um, full focus zijn de hele dag, dat is heel moeilijk. En dat is voor de meeste mensen, nou zeg maar, gerust onmogelijk. Um, en om erachter te komen waar het bij jou aan ligt dat je geen focus hebt, is het wel handig om eens te kijken, wat is jouw lastigste focusmoment op de dag? Wanneer uh, valt jouw concentratie weg? Heeft dat te maken met dat er op dat moment van de dag heel veel verschillende dingen gebeuren? Heeft dat te maken met dat je op dat moment bijvoorbeeld wat, wat een beetje moeheid uh, voelt? Um, door dat helder te krijgen, weet je ook wanneer je dingen moet gaan doen die... Focus-eisen van je. Kijk, ik heb om vier uur bijvoorbeeld altijd een beetje zo'n energiedipje. Dat is mijn buitenspeelmoment. Dan moet ik niet maar heel hard moeten focussen, want dat lukt in het algemeen niet goed. Om die tijd heb ik inmiddels ervaren. En dan moet je dat niet gaan willen, want dat is gewoon zonde. Want uh, ik weet dat ik ochtends bijvoorbeeld wel heel veel focus kan hebben. Dus dan kan ik toch veel beter die focusdingen in de ochtend doen. Uh, als ondernemer uh, is het natuurlijk makkelijk, want dan kan je dat wat meer zelf bepalen. Maar ook in je werk um, zijn er gewoon momenten dat je beter tot je recht komt dan andere momenten. En dat bij jezelf ontdekken maakt dat het makkelijker wordt voor je. Um, wat heb je al geprobeerd om meer focus te krijgen? Heb je al geprobeerd om jezelf bijvoorbeeld af te sluiten van omgevingsgeluid? Ik heb bijvoorbeeld een noise cancelling headphone. Als ik die niet zou hebben, nou, dan zou het nog veel erger zijn. Dat is mijn redding. Dat ik mezelf in ieder geval qua geluid kan afsluiten van de buitenwereld. Waardoor ik ook meer focus krijg. En me meer energie kan steken in één ding. Um, ja, dus waar loop jij tegenaan? Het is handig om dat van jezelf in ieder geval eens een beetje helderder te krijgen. En ja, waarom is focus nou zo lastig? Nou, als het gaat om kiezen, hè, waar besteed ik mijn aandacht aan? Um, ja, je kunt altijd maar één keer je aandacht besteden. Dus hoe weet je nou of het aan het goede is? Um, nou, voor ondernemers is dat antwoord eigenlijk best wel makkelijk. Dan hoef je eigenlijk niet te twijfelen. Want voor een ondernemer is een omzetverhogende activiteit altijd prioriteit. Dus als jij uh, lekker aan het klooien bent met je website... en je bent daar uren mee bezig... Um, nou, dat gaat niet meteen omzet vergroten. Um, dus ja... Dat is misschien wel een klein beetje zonde van je tijd. Dus als je moet kiezen om je ergens op te focussen. dan kun je je beter focussen op iets wat geld oplevert. Dus sales en marketing zijn al veel slimmere activiteiten om uit te kiezen. En daarin zijn dan natuurlijk ook nog dingen die nog slimmer zijn. dan um, ja, bijvoorbeeld een social media post schrijven. Um, een klant, een potentiële klant benaderen. is bijvoorbeeld alweer veel omzetverhogender. En dan alleen maar uh, een blog schrijven voor je website. Um, en zo kan je dus ook um, gaan kijken van nou, waar moet ik dan eigenlijk de focus op leggen. En als ik dat dan doe, um, wat gebeurt er dan? Want op het moment dat je succesvol bent met die ding, ga je ook meer energie krijgen. En dat helpt natuurlijk ontzettend, ook weer met snappen waarom je focus moet hebben. En dan wordt focus, focus zoeken. Ook een veel leukere activiteit, omdat je er ook voor beloond wordt. Um, dat helpt altijd natuurlijk. Hè? En, um, nou ja, kijk eens op je to-do-lijst van wat draagt nou bij aan jouw omzet en jouw groei. En eigenlijk um, is het dan heel simpel. Alle andere zaken zijn minder belangrijk. Um, klanten helpen en omzet, dat zijn je belangrijkste dingen. Dus als je moet vragen van hé, hey, waar moet ik me op focussen? Nou, daarop. Um, en dan hoef je dus ook niet bang te zijn dat je verkeerde keuze maakt, want dat is gewoon de beste keuze. Um, en een website en al die dingen, ja, is allemaal leuk, maar niet super, super belangrijk. Dus als je op een dag niet alles gedaan krijgt, doe dan in ieder geval dit. Nou, um, wat ook uh, heel veel gebeurt, is dat mensen um, leven volgens hun to-do-lijst. Ze zetten er zo verschrikkelijk veel op dat hij eigenlijk nooit afkomt. Het is een never-ending to-do-lijst. Um, vaak gebeurt het ook nog zo... dat ja, zodra je iets afvinkt, komt er alweer iets nieuws bij. En het is gewoon heel demotiverend. En eigenlijk persoonlijk denk ik dat je um, die weg moet gooien. De never-ending to-do-lijst, die moet je weggooien. Want het geeft je geen focus. Je denkt van, oh ja, maar dan... Uh, dan uh, krijg ik het allemaal gedaan. Nee, want het geeft alleen maar stress en het geeft, uh, uh, het geeft een rot gevoel als je je lijst niet af hebt. En uh, ja, het is eigenlijk in het, in het algemeen helemaal niet zo productief als dat je zou denken. De enige reden waarom je een to-do-lijst zou moeten maken, wat mij betreft, is om je hoofd leeg te maken. Dus als braindump, om te zorgen dat je wat meer headspace overhoudt. Om en om te zorgen dat je niet de dingen vergeet. Daarvoor is een to-do-lijst handig. Maar het is niet per se de bedoeling dat alles op jouw to-do-lijst even belangrijk is. En ook niet dat alles gedaan wordt. Sommige problemen lossen zichzelf op. Die, die, die moet je gewoon even wat tijd geven. En andere dingen, die zijn gewoon belangrijker. En kies voor jezelf nou elke dag drie dingen die, uh, die je die dag wel gaat doen. En... Um, ja, ik noem dat win the day um, dingen. Als je die, die drie dingen gedaan hebt, dan heb je eigenlijk de dag gewonnen. Dan mag je blij zijn um, over je dag. Dan kan je trots zijn en dan kan je het gevoel hebben van... Yes, nou, ik heb dingen neergezet vandaag. En dat is al veel motiverender dan zo'n ellenlange lijst die nooit afkomt. En alles wat er verder nog na die drie dingen op die lijst komt... Uh, bijvoorbeeld nog een keer drie dingen, dat is winst... En um, ja, als je dan daarmee start, dan zul je merken dat het gewoon veel makkelijker voor je wordt om ook daadwerkelijk je doelen te halen. En um, ja, het is eigenlijk ook leuker om het op die manier te doen. Het geeft gewoon veel meer uh, ja, resultaat. En um, ja, de keuze ligt eigenlijk qua focus altijd bij jou. Um, op het moment dat jij um, geleefd wordt en dat jouw dag eigenlijk altijd gaat, niet zo gaat als jij wil, dan, um, ja, dan is er natuurlijk iets mis. En dan, ja, dan spreken we eigenlijk over helemaal geen focus. Want op het moment dat jij eigenlijk uh, een soort speelbal bent van, van alles wat er op je pad komt en alles wat er naar je toe gegooid wordt, wat je moet, moet gaan uitvoeren, wat helemaal niet je plan was, dat heeft niets met focus te maken. En um, ja, dan moet je dus ook zo snel mogelijk uh, paal en perk stellen... en zorgen dat je veel meer controle krijgt over wat je op een dag moet doen. En als dan mensen taken bij je neerleggen... ga dan kijken van welke taken kan ik bijvoorbeeld in twee minuten doen. Dus die heb ik dan al meteen gedaan. En want alles wat je in twee minuten kan doen, moet je gewoon meteen doen. Want dan ben je er maar vanaf. En alles wat meer tijd kost, daarvan ga je kijken van... oké, okay, nou is dit echt belangrijk? Hè? Als het voor je business is... Levert het ook echt iets op? Als het voor een ander is, wat, wat gebeurt er dan met die ander? Wat, wat levert het die ander dan op? En is dat ook iets wat ik diegene wil geven? Dat je gewoon veel kritischer bent op, van hé, hey, waar besteed ik nou mijn tijd aan en mijn aandacht aan? Eh, nou, tijd is ontiegelijk schaars en tijd is kwijt. Zodra je het uitgegeven hebt, is het kwijt. Geld kan je altijd meer maken. Tijd krijg je niet meer terug. Dus waar, Besteed je je tijd aan? Waar besteed je je aandacht aan? Waar focus je op? Het is superbelangrijk dat je gewoon eens voor jezelf helder gaat krijgen van... wat vind ik nou belangrijk? En moet ik eigenlijk wel alles doen wat andere mensen zeggen... of moet ik misschien wat meer gaan zelf gaan bepalen wat ik doe? Of in ieder geval, hoe ik het doe en wanneer ik het doe? Nou, als je, een, als je een baan hebt is dat natuurlijk ietsje lastiger... maar ook dan zijn er gewoon momenten waarop je van betere kwaliteit bent voor je baas... En kun je ook als je dat gaat onderzoeken, merken van hé, hey, ik krijg dit, dit ding in deze tijd veel wel gedaan. Omdat ik me op dit moment van de dag beter kan concentreren. En als het gaat over dingen die je wilt doen in je leven. Um, als je ergens een week tijd voor hebt, dan ga je er vaak een week over doen. Zeker als je iemand bent die perfectionistisch is en ook nog dingen op het laatste moment doet. Dan ga je het op de laatste dag doen. Um, ja, concreet had je het dan dus ook in één dag kunnen doen. Um, wat je in een uur kan doen, doe het in een uur. Heel veel dingen hoeven helemaal niet een week de tijd te hebben. Die kan je veel sneller doen als je ze op het juiste moment doet. Op het moment dat jij uh, weet van jezelf, van hé, hey, dit is een focusmoment voor mij. Hier, op dit moment kan ik me goed concentreren. En ik ga hier nu alle aandacht aan geven. En omdat ik dat doe en me helemaal afsluit van alles. Daarom kan ik het ook in een uur doen of in een half uur. En dan merk je ook dat je veel productiever bent op een dag. Want als je ja, de hele tijd afgeleid wordt door allerlei dingetjes, dan duurt dingen ook veel langer. Um, dus door je er even in vast te bijten en er bewust voor te kiezen, wordt het makkelijker om het ook daadwerkelijk af te krijgen. Wat ook een hele handige tool is om helder te krijgen van waar moet ik nou mee bezig zijn. Um, dat is het O-O-O-principe. En dat heb ik geleerd van mijn uh, coach uh, Eelco de Boer. En die heeft het vast ook weer van iemand anders. Um, het O-O-O-principe, dat gaat over de drie O's. Opschonen, opstarten en opschalen. En um, de eerste O, dat is opschonen. Dat is een heel erg belangrijk onderdeel van... Uh, van deze, dit principe is het opschonen. Wat dient jou niet meer? Ga eens bij jezelf na, nou, waar moet ik eigenlijk helemaal nooit meer focus op leggen? Wat vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk? Wat kost mij superveel energie? Waar word ik helemaal niet blij van? Uh, wat is eigenlijk zonde van mijn tijd, maar doe ik toch nog de hele tijd omdat ik denk dat het hoort of omdat ik denk dat 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 van mij verwacht wordt... of omdat ik denk dat het van mezelf verwacht. Het maakt niet uit. Maar ga kijken of je het los kan laten. En wat er dan overblijft... Um, hoeveel tijd je dan hebt voor de dingen die je echt leuk vindt. Um, bij het opschonen kun je kijken naar... taken, spullen, gedachten, mensen... events, verplichtingen, verslavingen. Eigenlijk alles... Waarvan jij denkt, nou daar ben ik best wel veel tijd mee kwijt. Leg ik eigenlijk heel veel nadruk op. Geef ik heel veel, heel veel aandacht aan. Maar eigenlijk word ik er niet blij van. Nou, ik zal een voorbeeldje van mezelf noemen. Ik ben best wel veel bezig met uh, dingen op mijn computer zoeken. Omdat ik het niet goed heb opgeslagen in het juiste mapje, kan ik het niet makkelijk meer terugvinden of het staat op een externe harde schijf en dan weet ik niet welke externe harde schijf en dat kost me zo makkelijk een uur om dan erachter te komen waar heb ik dat nou ook weer gelaten dat blog wat ik toen geschreven had. Nou, dat is helemaal niet handig. Er zijn veel slimmere manieren om daarmee om te gaan door een systeem voor jezelf te bedenken en daar gewoon even een focus op te leggen op het moment dat je het gaat opslaan dat je goed nadenkt. Oké, okay, dit hoort hier en daar een systeem voor te maken en door dingen op op, op die manier veel beter te gaan ordenen, ga je het veel makkelijker terugvinden en gaat het je veel minder tijd kosten. Wat dan weer ruimte geeft om te focussen op de dingen waar je wel blij van wordt en waar je wel iets aan hebt. Um, gedachten, ik heb bijvoorbeeld best wel veel last van het lijden dat ik vrees. Ik kan heel lang uh, nadenken over, zou ik dat nou gaan doen? Uh, wat gebeurt er dan als ik dat doe? Um, zo ging ik naar een yoga-retreat in, uh, in Bali en dan had ik al, uh, nou, denk tien jaar zoiets van, oh, als ik geld heb, dan ga ik daar naartoe. En toen had ik geld en toen, ging ik er, toen had ik een ticket geboekt naar Bali, toen was ik in Bali, de volgende dag zou dat yoga-retreat beginnen en ik was eigenlijk de hele tijd aan het denken van, ja, maar ja, er komen wel veertig mensen en... Uh, uh, ja, we moeten al. Uh, we hebben een heel vol programma. En daar hou ik eigenlijk niet zo van. Want ik vind het ook lekker om mijn eigen dingen te doen. En uh, ik ben de enige persoon die niet uh, zeg maar origineel Engels spreekt, dat is niet mijn moedertaal. Uh, ja, hoe zal het dan zijn? En uh, nou, het was een yoga retreat, um, een yoga music retreat van mijn favoriete artiest, waar ik al 30 jaar fan van ben. Dus, nou, hoe zal dat dan zijn? Oh, dat was ook spannend. Dus ik had allerlei gedachten in mijn hoofd. En ik ben daar echt uren mee bezig geweest om na te denken. Van, ja, moet ik dat eigenlijk wel doen? En is dat niet te spannend? Nou, en um, uiteindelijk heb ik met mezelf afgesproken. Ik mag gewoon niet gaan als ik niet wil. Ook al heb ik er superveel geld aan uitgegeven. Ook al ben ik in Bali, ook al ben ik om de hoek. Als ik niet wil, ga ik niet. Uh, maar de tijd die ik kwijt ben met dat soort gedachten. Uh, de twijfels, de... Uh, ja, de hele scenario's die je voor jezelf gaat schetsen van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. 99,9% van, uh, van de angst die je hebt, of de gedachten die je hebt ergens over, die gaan nooit zo als dat, uh, dat jij denkt. En in dit geval natuurlijk ook niet, want wat bleek, het was fantastisch, het was geweldig, het was life-changing. Ik heb geen seconde spijt, ik heb zo ongelooflijk veel toffe mensen ontmoet. Dat Engels was geen enkel probleem en dat volle schema, dat viel best wel mee. Maar ja, mijn focus lag op het verkeerde, mijn focus lag op waarom ik het allemaal niet wilde en niet waarop, waarom ik het allemaal wel wilde. En dat kan je enorm gaan helpen door dat helderder te gaan scheiden. Wat wil ik, vind ik wel leuk en wat vind ik niet leuk? En sommige dingen moet je natuurlijk in je leven gewoon doen. Daar kan je niet onderuit. Um, er zijn bepaalde taken die je elke dag moet doen. Um, er zijn bepaalde uh, verplichtingen waar je gewoon ietsje moeilijker onderuit kan. Oké, okay, dat is dan zo. Maar hoe kan je dan toch alles, al het andere dan in ieder geval loslaten van wat je niet meer dient? En mijn truc is altijd als ik iets moet doen. Wat ik niet leuk vind, maar wat wel moet, dan maak ik het leuk. Dan zorg ik dat ik er iets bij doe, of nadoe, of voordoe, waardoor ik het wel leuk vind. Bijvoorbeeld administratie. Dat doe ik op mijn Financial Friday in de ochtend. Daar zet ik een leuk muziekje bij op. Daar zorg ik dat ik gewoon helemaal in mijn hum ben. Ik heb een fantastisch systeem waar ik mee werk, waardoor het ook makkelijker is en leuker is. En na afloop mag ik. Um, Super happy Fun Friday doen. En dat betekent dat ik gewoon zelf mag weten wat ik die dag doe. Soms heb ik een afspraak met een klant, ook hartstikke super happy fun. En soms ga ik gewoon lekker de deur uit, lekker struinen in de stad. Maar ik mag in ieder geval doen wat ik zelf wil. En dat maakt zo'n dag natuurlijk veel relaxter. En misschien heb jij daar geen ruimte voor om een super happy Fun Friday middag te doen. Maar dan doe je een uurtje of dan doe je een kwartiertje lekker even een dansje in je woonkamer of iets waar je blij van wordt. En dan wordt zo'n taak toch weer veel leuker. Um, en dan ben je ook veel beter in staat om daar ook focus op te leggen, omdat je ook voelt: what's in it for you? Wat is de winst die je eruit kan halen als je het doet? Nou, um, deze. Opschoonlijst, dat is een brain dump lijst met alle dingen, dus waar je niet blij van wordt, die geen energie geven en die je doet, maar die zonde van je tijd zijn. Die lijst die kan wel eens heel erg lang gaan worden. En dat is oké. Okay. Dat mag. Um, want die lijst, die, um, ja, daar, daar, daar ga je gewoon eens even naar kijken en dan ga je kijken wat valt mij op. En dan ga je de dingen ontstrepen die je het meest irritant vindt. En dan ga je drie tot vijf dingen uitkiezen die je gaat opschonen. Je gaat niet alles opschonen tegelijkertijd, want dan heb je weer zo'n to-do list die veel te lang is. Je gaat gewoon een paar dingen uitkiezen waarvan je weet van als ik dit ga doen, dat gaat het groot verschil maken. Um, ga daar afscheid van nemen. Doe het niet meer. Um, neem een ritueel afscheid als het nodig is. Maar zorg dat je het je niet meer bezig hoeft te houden. En um, ja, dan heb je namelijk je handen vrij en ruimte voor nieuwe dingen. Hoe cool is dat? En wat je ook hebt, is ruimte voor de dingen die je tof vindt, waar je eigenlijk wel meer van zou willen doen. En dat is de tweede O: dat is opschalen. Opschalen betekent do more of what makes you happy. Ga eens bij jezelf na. Wat werkt er supergoed voor jou? Pak eens een vel papier of je journal en beantwoord de vraag... Wat heb je de afgelopen tijd gedaan wat goed voor je werkt? Wat levert meer energie op dan het kost? En um, nou, dat kan bijvoorbeeld een omzetverhogende activiteit zijn geweest waarvan je zegt van, nou, ik heb die cursus ge gemaakt. En eigenlijk, iedereen die hem gedaan heeft, is er hartstikke enthousiast over. Maar ik was eigenlijk vergeten dat ik die cursus had. Want ik ben me nu aan het focussen op weer een nieuw ding, wat ik nu weer wil aanbieden. Maar je hebt gewoon iets in je handen, wat gewoon goed werkt. Dus waarom zou je daar niet focus op leggen? Um, waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden, als het al een heel goed wiel is? Um, Kijk ook naar wat levert meer energie op dan het kost als het gaat over geld. Geld is ook energie. Als je nou dingen hebt in je business bijvoorbeeld, die gewoon best wel makkelijk verkopen, waarom zou je dan heel moeilijk gaan doen om iets te verkopen wat helemaal nieuw is? Als je dit zonder al te veel energie uh, kan verkopen. En dat je dus energie in de vorm van geld oplevert. Um, ja, dat is echt wel slim om je daarop te focussen. Datzelfde geldt voor uh, mensen in je omgeving waar je gewoon van merkt van... oh, daar heb, ik heb echt zo'n goede klik met diegene. Ik vind het zo erg leuk om bij diegene in, 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 uh, in een, uh, in een oh, buurt te zijn. Ik vind het zo leuk om met diegene bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan. Doe dat, want daar krijg je energie van. Um, kijk hoe je, hoe je elkaar naar een hoger level kan tillen. Um, kijk naar van, hé, hey, wat zijn nou dingen waar ik me op meer op zou kunnen gaan focussen. En als ik me daar dan meer op ga focussen... dat dan mijn energielevel omhoog gaat. Nou, voor opschalen is het handig... om niet te veel dingen tegelijk te gaan opschalen. Kies één of twee dingen waar je op gaat focussen. Um, doe dat bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal. Ja, dat geldt ook voor de opschoonlijst. De activiteiten van de opschoonlijst... Um, ja, kies, kies gewoon bijvoorbeeld elke maand één of twee dingen... waarvan je zegt van, nou, dat ga ik even opschonen. Dan heb ik ruimte vrij. Dan ga ik dat opschalen. En dan volgend kwartaal ga ik weer iets anders opschalen. Ook zo hou je ook een beetje de variatie erin. En zorg je ook dat je focus goed blijft. Want je kan niet focussen op zes dingen tegelijk. Dat is onmogelijk. Mensen die denken dat ze kunnen multitasken, die zouden... Er is een test uh, om te checken of je kan multitasken. En uit die test blijkt dat niemand het kan. Want je doet altijd... Uh, de dingen die je dan multitaskt, doe je uh, minder goed. En um, ja, waarom zou je dat doen? Dus uh, er zijn natuurlijk wel dingen die je tegelijk kan doen, maar dat zijn er niet zoveel. Um, wandelen en een boek luisteren, dat gaat in de meeste gevallen wel best goed. Dus dat zou er eentje kunnen zijn. Um, de derde O, dat is de O van opstarten. En als ondernemer heb je altijd ongelooflijk veel zin om dingen op te starten. Tenminste, als je een beetje op mij lijkt, zeker. Ik hou ongelooflijk veel van nieuwe dingen. Ik wil helemaal niet bezig zijn met wat ik al ken. Ik wil helemaal niet hetzelfde doen. Ik wil iets nieuws. Ik wil eigenlijk wel elke dag iets nieuws verzinnen. Um, maar als je dat doet, dan gaat er heel veel focus naar heel veel verschillende dingen. En eigenlijk gaat er dan nergens focus naar. Dus dan wordt het een soort van, ja, hoe zeg je, het is een soort van, van uh, ja, diffuse uh, aandacht die je dan hebt. Hè? En dat is niet goed. Um, want dan word je eigenlijk dan niet blij van het, het is een beetje half-half. Dus maak een lijstje met dingen waarvan je zegt van, dit zou ik eigenlijk best wel graag willen opstarten. Um, ja, we hebben idioot veel plannetjes en ideetjes en we willen het liever gisteren dan morgen doen. Maar het is belangrijk om een lijstje te maken voor jezelf. Waar ben ik nu nieuwsgierig naar? Welk plannetje zou ik eigenlijk wel willen uitvoeren? Kies dan één ding uit. Per kwartaal, liefst. Niet per, per maand, want dat is eigenlijk al te veel. Per kwartaal, wat je dan gaat opstarten. Het kan zijn een, natuurlijk een nieuw hobby of iets dergelijks. Het kan zijn um, dat je zegt van ik wil graag... Uh, Um, een nieuw, uh, nieuw product uh, maken. Of ik wil een nieuw, uh, uh, nieuwe cursus aanbieden. Of ik wil een nieuw, uh, um, iets leuks, uh, mezelf iets leuks leren. Of een nieuwe. Uh, nieuwe mensen leren kennen. Het kan van alles zijn. Maar ga niet opstarten met te veel dingen tegelijk. Kies één ding. Doe het na elkaar. Dus als je heel goed in staat bent. Om uh, dingen snel op te starten en het ook meteen uh, ja, met veel aandacht te doen, dan kan je zeggen van oké, okay, nou dan ga ik uh, elke maand iets opstarten. Maar um, ja, voor de meeste mensen geldt dat niet. Um, tenzij je er super, super hebt opgeschoond, hè, dan heb je natuurlijk wel heel veel ruimte over. Hè? En dat, dat is dus uh, nou ja, een beetje aan jou wat voor type jij bent, of, die, of je dit wel of niet, uh, uh, of je hier genoeg ruimte voor hebt. Um, ja, en uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd van welke stap kan je dan vandaag gaan zetten als je nou bij jezelf nagaat van je opschoonlijst. Wat zou je dan vandaag kunnen gaan doen om te zorgen dat je het ook daadwerkelijk gaat doen? Even een slokje van me. Um, hoe ga je... ga je vandaag aan de slag? Nou, een van de dingen die jou gaat helpen om meer focus te krijgen met dat waar je vandaag mee aan de slag gaat, is neem de afspraken met jezelf nog serieuzer dan de afspraken met een ander. Jij bent de belangrijkste persoon in je leven. Als jij het jezelf niet gunt, wie dan wel? Zie het als radical self-care en vertrouw erop. Dat het lange termijn resultaat het belangrijkste is. Door elke dag hier aan te bouwen met focus. Dan ontstaat er een hele grote verandering op lange termijn. Dus al doe je maar één dingetje van je lijst. Ook al, ook al um, lukt het je maar één uur per dag focus te krijgen. Op de lange termijn zul je merken dat je meer resultaat gaat behalen. En um, Afspraken met jezelf heilig verklaren. En gewoon zeggen van. bijvoorbeeld als je kinderen in de buurt zijn. en die zijn gewend om elk moment bij jou binnen te lopen. zeg dan gewoon: Ik ben in een call. Ook al is het niet zo, um, pak even een uur voor jezelf. of een half uur. om eventjes met iets aan de slag te gaan. wat belangrijk voor je is. Um, wat gebeurt er dan? Um, je voedt jezelf weer met de dingen waar je blij van wordt. Je focust je weer op dat. Uh, wat jouw energie geeft. En je houdt dus meer energie over. Ook voor je omgeving. Dus het is een win-win voor iedereen. Als je dit gaat doen. En uh, ja, als het met iemand anders een afspraak hebt. Dan doe je het meestal wel. Hè? Want dan denk je van ja, jeetje. Ik kan, kan, kan diegene niet laten staan. Ik moet wel. Maar um, ja, jij bent zelf ook belangrijk. En je moet jezelf ook niet in de kou laten staan. En dat wil ik echt heel duidelijk benadrukken. Dat dit jou echt gaat helpen om ook um, ja, meer focus te krijgen voor jezelf. Um, en dat kan soms best wel lastig zijn. Uh, want we zijn geneigd om eigenlijk uh, voor het korte termijn plezier te gaan. En te denken van nou, ik ga het maar even zo aanpakken. en het maakt niet uit. Ik ga nu liever bezig zijn met dingen die gewoon leuk zijn... en niet zo belangrijk zijn, maar wel leuk. Uh, maar het nadeel is dat je op lange termijn zit je met pijn. Want je hebt tijd zitten verspillen aan iets wat helemaal niet zo belangrijk was. Um, veel beter kan je uh, op korte termijn een beetje pijn leiden en merken dat je denkt van, oh, maar daar krijg ik op lange termijn plezier van. Voorbeeldje, um, die salesactiviteiten, um, omzetverhogende activiteiten voor je business. Nou, dat is best spannend om een klant te gaan bellen en daar focus op te leggen en dan te gaan zorgen dat die klant uh, jou leert kennen en misschien wel iets bij jou gaat kopen. Dat is korte termijn pijn in de meeste gevallen, want de meeste mensen vinden dit gewoon heel eng. Uh, maar op de lange termijn heb je meer connecties met mensen gemaakt, heb je waarschijnlijk meer, meer gesprekken gevoerd, of in ieder geval gechat, of op een manier contact gehad met potentiële klanten. En dus kennen meer mensen je en zul je op lange termijn merken dat mensen uit zichzelf naar je toe komen. En dat was dus even een kwestie van afzien misschien. Maar uiteindelijk zie je ook de resultaten daarvan. Datzelfde geldt voor even een uurtje je vastbijten in iets in plaats van je continu laten afleiden. Dat voelt misschien een beetje van ah, ik moet er nu me focussen en dat voelt een beetje alsof ik, uh, ja, alsof je straf hebt zeg maar. Maar op de lange termijn krijg je daardoor veel meer dingen gedaan. Dus lange termijn plezier. Um, nou als je het gaat over buikspieroefeningen, ja. Op het moment dat je ze moet doen, denk je... verdamme ik heb echt geen zin. Maar het is toch lekker als je ziet op termijn dat je uh, resultaat gaat behalen. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen die, uh, die in eerste instantie een beetje... ...ja, een drempeltje voor je zijn. En waarvan je denkt van, ja, maar hoe ga ik dat nou doen? En um, ja... Sommige dingen die kosten helemaal niet zoveel tijd als dat je denkt. Dus het is ook een beetje zo van, we zijn heel erg bezig met van, oh jeetje. Nou, als ik dan uh, met dat plan aan de slag wil, dan kost het me wel een uur per dag. Maar um, misschien kost het je maar tien minuten. Voor je business een video opnemen, dat hoeft echt geen zes uur te duren. Dat kan ook in vijf minuten. En bij mij werkt het bijvoorbeeld heel erg goed als ik een stok achter de deur heb, namelijk een tijdslimiet. Als ik uh, een call heb om twee uur, uh, dan kan ik het beste een video opnemen, tien minuten voor twee. Want dan weet ik gewoon, ja, om twee uur moet ik stoppen. Nou, dan moet het af zijn. Dus uh, dat geeft mij een enorme boost om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Um, ja, dus het is belangrijk dat je voor jezelf gaat bepalen, van nou, ik ga deze actie ondernemen. Geef er ook een datum aan. Zeg gewoon, ik start op die datum. En ga dan over een jaar eens terugkijken en denken: hé, hey, ik ben toen dat gestart. En dat heeft gewoon heel veel effect gehad. Um, ja, en dat gun ik je dus zo erg dat je gewoon gaat merken: van het heeft resultaat wat ik doe. Nou, wat ook heel erg goed helpt om um, te zien dat het resultaat heeft. En wat helpt gewoon bij focus is dat je merkt van, en dat helpt eigenlijk bij alles, is dat je bewijzen gaat vinden van, hé, hey, dit werkt. Je kan altijd bewijzen vinden voordat iets niet werkt voor jou. Dat is helemaal niet moeilijk. Maar vind dus bewijzen voordat iets wel werkt voor jou. En ga daarmee aan de slag. Um, bewijzen dat iets wel werkt, geeft veel meer energie. En energie is lekker, want als je meer energie hebt, krijg je meer gedaan. Dus. Ga altijd voor de high-energy dingen. Um, documented journey is een um, hele handige manier om jezelf accountable te houden. Uh, op het moment dat je met jezelf besloten hebt, van nou, ik ga dit opschonen. Um, documented journey. Maak andere mensen deelgenoot van jouw proces. Um, niet alleen maar om die stok achter de deur te hebben. Maar ook omdat je andere mensen er misschien wel mee kan inspireren. Door mensen een kijkje in jouw keuken te geven en mee te laten kijken naar wat jij doet en hoe je het doet, kan iemand anders misschien wel denken: oh, dat zou ik ook wel eens kunnen doen. Nou, daarnaast houden ze jou accountable. Zul je minder snel van je pad afwijken, want je hebt nu eenmaal gezegd dat je dit gaat doen. Dus ja, doe het dan ook maar. En tegelijkertijd laat je mensen zien wie je bent, mensen leren je beter kennen. Hoe duidelijker en hoe meer je vastlegt... hoe duidelijker je ook zelf ziet wat jouw groei is. En door je te focussen op die successen, de dingen die lukken... ga je ook nog meer gemotiveerd raken om ermee verder te gaan. En hier nog meer mee te gaan experimenteren. Kortom, win-win-win. Nou, ik heb nog een paar andere tips voor meer focus. En uh, de eerste tip is... Onderzoek voor jou, wat voor jou het beste moment is. Dat zei ik in het begin ook al. Iedereen heeft momenten waarop je meer focus en energie hebt op een dag. Dat, dat is gewoon zo. Je kan niet de hele dag de boog, kan niet altijd gespannen zijn. Dus als je merkt dat je ochtends beter kunt focussen, doe dan je focusuurtjes in de ochtend. Gebruik de middag voor afspraken, voor activiteiten waar je een ander soort energie voor nodig hebt. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in focus in de ochtend. Maar um, ja, ik doe mijn afspraken in het algemeen smiddags. En dan heb ik ook nog bepaalde dagen waarop ik beter werk. Um, maandag is voor mij altijd een vrij volle dag. Um, dan heb ik wel afspraken. Uh, maar mijn afsprakendag is eigenlijk dinsdag. Um, en dan doe ik woensdag weer wat rustiger. En dan doe ik donderdag weer een volle afsprakendag. Nou, vrijdag gaat Financial Friday. Dus dan doe ik meer dat soort dingen, meer achter de schermen werk. Um, en zo probeer ik ook balans in mijn week te krijgen. En dat is gewoon voor je focus en voor je energielevel super belangrijk. Um, ik gebruik zelf een dagplanning. En die maak ik in Notion.so. Dat is een programma waarin je schema's kunt maken. Waar je kunt er heel veel verschillende dingen in maken. Um, het is fantastisch. Um, je kan er ook je notities in zetten. Nou ja, het is echt... Ja, ik maak mijn weekschema's, mijn maandschema's, mijn jaarplanningen, mijn boekenlijsten. Alles zet ik erin. Um, en wat ik dus met mijn dagplanning doe, is ik vul vakken in van maximaal twee uur met een korte break ertussen. En daarin um, zet ik dan de dingetjes die ik wil doen. Dus de drie dingen, hè, de, de win-the-day activiteiten. En... Um, dan, dan neem ik een korte break en ik doe de, we de werkzaamheden, dus zeg maar, afwisselen. Dus ik heb op een dag um, een call cool met een klant, uh, dat levert geld op. Die geef ik de kleur um, groen, want groen is voor geld. En soms heb ik bijvoorbeeld een webinar of iets waarvan ik weet van, nou, dat, dat kost me tijd en tijd is ook geld. Um, of bijvoorbeeld met een, uh, uh, met een coach uh, die mij geld kost, dan um, doe ik die afspraak rood. En neutrale afspraken, bijvoorbeeld kennismaking of inderdaad dingen die wel leuk zijn, uh, misschien op termijn iets opleveren, die zijn blauw. En dan heb ik nog de dingen die ik met mezelf afspreek, voor bijvoorbeeld uh, meditatie, um, pauze, um, buitenspelen, dat is mijn wandeling, noem ik, dat noem ik buitenspelen, um, die doe ik paars. En dan heb ik ook nog um, andere afspraken, bijvoorbeeld als ik naar de dokter moet of dat soort dingen. Nou, dat is een oranje. Dus heb ik voor alles een kleur. En um, wat gebeurt er dan als je dagplanning in kleurtjes hebt, is dat je heel goed uh, in één oogopslag in een week kan zien of jouw week in balans is um, qua focus en qua energie. En dat geeft heel veel rust en dat geeft ook heel veel um, ja, overzicht. Uh, in de taken, maar ook in bijvoorbeeld uh, hoeveel geld je gaat verdienen die week. Hè? Want als je dus alleen maar rode afspraken hebt, weet je dat het een dure week gaat zijn. En als je groene afspraken uh, de boventoon voeren, dan weet je van, oh ja, dit is een lekker weekje qua geld verdienen. Um, ja, en zo heb ik dus uh, uh, dat helemaal ingedeeld. En dat geeft mij enorm veel uh, inzichten. Sorry. En um, nou, een andere tip die ik voor je heb is: pick and choose. Als je heel veel ideeën hebt en je hebt dus een flinke to-do-lijst, dan moet je jezelf de vraag stellen: moet ik dit nu doen? Die vraag is echt goud. Um, in eerste instantie leg je de nadruk op moet. Moet jij dat nu doen? Of wil je het? Of mag het? He? Hoe, hoe urgent is het eigenlijk? Nou, vervolgens leg je de nadruk op ik. Moet ik dit nu doen? Moet, moet jij het doen of moet iemand anders het doen? He? Voor wie is die taak eigenlijk? Moet je dit nu doen of is het misschien veel slimmer om iets anders te doen op dit moment? He? Dus als het gaat over focus. Ja, misschien moet je je nu helemaal niet daarop focussen, misschien moet je op iets anders focussen. Dus eigenlijk iets veel belangrijkers ligt er voor je. Um, moet ik dit nu doen of kan het later? Ja, dus dat is ook een um, belangrijke vraag. Hey, is dit het juiste moment voor mij om deze, precies deze taak nu te doen? En moet ik dit nu doen of moet ik het laten of laten doen? Dat is ook een belangrijke vraag. Uh, ja, en dan kom je er soms achter dat het helemaal niet aan jou is. Soms kom je erachter dat het veel beter is om het uit te besteden. En soms kom je erachter dat je het gewoon inderdaad even moet doen. Bijvoorbeeld als het maar twee minuten kost. En ja, als de uitkomst is dat je het zelf nu moet doen, doe het dan ook. En als dat niet het antwoord is, laat het dan los. Schrijf het op om het uit je systeem te hebben um, en laat het los. Um, waardoor je meer ruimte hebt voor andere dingen. En als je je handen vol hebt, dan heb je geen ruimte om dingen te ontvangen. Dus zorg dat je handen leeg zijn. En dat geldt ook voor je hoofd. Als je hoofd vol is, heb je geen ruimte om je denkkracht ook daadwerkelijk te gebruiken. Dus gooi alles wat in je systeem zit, wat in de weg zit, even op papier. Spreek het in. Um, en, en laat het dan vervolgens even los. Want je hoeft niet alles te onthouden. En je hoeft niet alles op, een moment, op elk moment te kunnen gebruiken. Um, wat natuurlijk ook gebeurt is met focus is dat je uh, afgeleid bent. Dat gebeurt natuurlijk best wel veel op een dag. Er gaat telefoon of er is dit of er loopt iemand binnen of er, uh, ja, honderdduizend dingen op een dag. Um, nou, één ding wat ik al riep was van uh, neem een noise cancelling headphone en zet die op. Hè, waardoor je dus en doe de deur dicht. Als je een afspraak met jezelf hebt, noem dan, zeg dan gewoon dat je in een call zit en dan komt er als het goed is niemand binnen. Um, wat, ook, uh, wat ook belangrijk is, is dat je dus natuurlijk niet op je computer uh, alle kanten uitgaat bijvoorbeeld op social media um, als je social media zelf moet, ma moet maken voor jezelf als je social media berichten moet creëren plan dan een speciaal apart blok in je systeem waarop je uh, daarmee bezig gaat um, en dat noem ik dan dat je gaat produceren in plaats van consumeren. Um, en als je wel wilt scrollen, plan dan ook gewoon een, een moment in dat je naar hartelust mag scrollen van jezelf, als je daar blij van wordt. Um, in het algemeen is het heel slecht voor je scrollen, want je gaat jezelf zitten vergelijken. Uh, soms zit je hier te erg aan dingen. Dat is allemaal helemaal niet goed voor je. Dus in die zin kan je het misschien gewoon beter helemaal niet doen. Even een slokje thee. Um, produceer gewoon meer dan je consumeert, dan voelt het altijd alweer veel, um, veel functioneler en ook veel um, meer gefocust. Dus vermijd het social media vuik. Um, nou, vermijd to-do-list had ik al gezegd. Hè? Stop met het dagelijks maken van elle-lange to-do-lists die nooit afkomen. Kies gewoon die drie focusdingen: win the day. Uh, dingen. Als je die drie dingen gedaan hebt, dan is je dag succesvol. En uh, ja, iets dingen die klanten geld en energie opleveren, dan uh, zit je eigenlijk altijd goed. Um, ja, en dan zijn er natuurlijk nog meer dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld uh, bepaalde um, binaural beats opzetten, waardoor je uh, meer geconcentreerd wordt. Um, wat je ook kan doen is een bepaalde ruimte Um, in je huis of op je werkplek maken wat, wat heel leeg is en waar gewoon niet zoveel afleiding is. Um, gewoon um, voor jezelf ook momenten inlassen waarop je wel afgeleid mag zijn, waarop je wel gewoon lekker alle kanten uit mag gaan. Want het is niet gezond om de hele dag achter elkaar um, te concentreren. Het is belangrijk dat af en toe ook eventjes touw mag vieren. En ja, ik noem dat dan dus bijvoorbeeld uh, buitenspeeltijd. Om vier uur mag ik, uh, moet niet hè, mag, ga ik naar buiten om een rondje te lopen. Of eventjes naar de winkel te gaan. Of uh, muziekje te luisteren. Of eventjes uh, op mijn trampoline te springen. Of uh, naar een podcast te luisteren. Of even te scrollen op social media. En um, door dat heel dedicated op een bepaald moment te doen, wordt het gewoon uh, voor de rest van de tijd gewoon allemaal wat, uh, ja, wat, wat simpeler. Uh, want eigenlijk wordt je leven simpeler als je leert te focussen. En um, het gaat je heel veel rust brengen en het gaat je ook heel veel energie geven. En het gaat je ook gewoon veel meer opleveren. Um, want je gaat gewoon um, kwalitatief betere dingen doen op het moment dat je goed focust. En dat is natuurlijk voor iedereen beter. Dus um, ja, nou, ik hoop dat je iets met deze tips kunt. Als je zelf tips hebt, deel ze dan vooral onder deze video op YouTube. Um, want ik ben altijd nieuwsgierig naar de manieren waarop jij het doet. En um, ja, ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad, dat het waardevol voor je was. Um, als je vragen hebt, laat het me gerust weten. Um, mijn e-mailadres staat. Uh, uh, ook onder deze video. En uh, ja, dankjewel voor het meedoen, voor het luisteren. En uh, tot een volgende keer.